Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Wat veel mensen. Hoe vaardig zijn leraren om te kunnen gaan met verandering? De meerwaarde van het samen opleiden. Leiden we daarmee betere leraren op? En word je gezien en wordt er eigenlijk een appel op je gedaan om te leren en om verder te komen? Geven wij voldoende kansen aan jonge mensen, onafhankelijk wie zij zijn, om tot een diploma te komen? En mijn nieuwsgierigheid is nu, waar start eigenlijk dat leerproces? Start dat bij de leervragen van de student? Word je uitgedaagd of niet? Daarvan zien we de laatste metingen dat studenten daar nogal twijfelend over zijn. Ik dank u hartelijk.